De zone rond het Joods museum is volledig afgesloten. Om 4:10 reed een auto tot vlak voor het museum in Brussel. Een man stapt uit en schiet 4 mensen koelbloedig neer. Hij vlucht daarna in de auto onmiddellijk weer weg. Parijs werd woensdag opgeschrikt door een bloederige aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo. Zeker 12 mensen kwamen daarbij om het leven. L'assaut est donné sur le supermarché. Après quelques secondes, on aperçoit clairement le terroriste se jeter sur eux arme à la main. Il est abattu. Een solidariteitsbijeenkomst van Salaam Shalom om stil te staan bij de gewelddadige daad in Parijs. Maar ook om elkaar gewoon weer eens te zien en te spreken en eens met elkaar gewoon verhalen te delen. Kijken wat we elkaar als gemeenschappen te bieden hebben, ook naar Parijs. Niet kijken wat bedreigen we elkaar of wat hebben we elkaar te bieden, wat kunnen we voor elkaar betekenen. Er is een stuk onzekerheid gekomen. Veel van mijn leeftijdgenoten die erover inderdaad over denken om naar Israël te gaan. Omdat daar een bangheidsgevoel is, dat speelt bij mij gelukkig niet. Ik ben nooit bang geweest, ik zal ook niet bang zijn. En ik zoek meer zeg maar, de steun hier in de Marokkaanse gemeenschap. Wat ik veel belangrijker vind om mensen op te voeden. En de jeugd ervan op de hoogte te stellen dat er eigenlijk helemaal geen verschil is. Het is ontzettend belangrijk, die solidariteit. Weet je, die aanslagen, die kunnen Joden en moslims uit elkaar spelen. Het geloof in elkaar. Weet je, en daarom moet je met zo'n avond als dit ook de andere, of eigenlijk belichten wat niemand wil belichten. En ik geloof erin dat als je dat laat zien en dat deelt, dat het mensen inspireert hoe het moet. De gebeurtenissen in Parijs, die hebben zowel de moslimgemeenschap als de Joodse gemeenschap opnieuw getoond dat veiligheid noodzakelijk is. Beveiliging is noodzakelijk. En als beveiliging wordt vertaald in hoge hekken, dan zal dat moeten gebeuren. Maar al die maatregelen pleiten ons niet vrij om van achter dat hek toch eens te kijken wie zijn er aan de voorkant die ons wel een hand reiken. Ik prijs de moed van de Joodse Amsterdammers die ondanks de afgrijzelijke aanslagen en de ongerustheid en zorgen bij veel mensen dat u hier vanavond aanwezig bent. Heel nadrukkelijk samen met uw islamitische mede-Amsterdammers. En ik weet ook dat niet iedereen uit uw omgeving uw aanwezigheid hier en uw handreiking naar Amsterdamse moslims weet te waarderen. Volgens de meest recente cijfers van de politie is het aantal antisemitische incidenten in een jaar gestegen met bijna 50%. In totaal maakten ruim 200 Joden melding van agressie. Het gaat hierbij om belediging, vernieling en lichamelijk geweld. Volgens het CIDI zijn deze cijfers waarschijnlijk nog hoger, omdat veel Joden geen aangifte doen. Vaak zijn de slachtoffers bang of denken ze dat aangifte doen niet helpt. Frits Bolkestein zei me eens dat Joden zich moeten realiseren dat er voor hen in Nederland geen toekomst is. En dat ze het beste hun kinderen kunnen aanraden naar Amerika of Israël te emigreren. In ons gesprek bleek dat hij die conclusie trok uit de problematische situatie die hij voor Nederland voorzag. Wat betreft de niet geslaagde integratie van vooral vele moslimimmigranten. En de problemen die dat voor bewuste Joden in de toekomst met zich zou meebrengen. Dat is het stuk, hè? Ja. Ik zie het als een waarschuwing, eigenlijk een soort noodkreet van doe iets. Zijn oplossing, emigreren, dat is een oplossing die we afwijzen. We zijn hier Nederlandse burgers en wij geloven in een rechtsstaat en in de democratie. En daar willen we onze schouders onder zetten en met z'n allen hand in hand proberen op te komen voor een tolerante samenleving. Is dat
antisemitisme aan het toenemen is, maar van een hele andere hoek dan we normaal gewend zijn. Het komt op dit moment vanuit de moslimgemeenschap. En ik denk, en omdat de overheid er niet achter staat, maar zich er ook tegen verweert, denk ik dat we niet bang hoeven te zijn. Wij hebben voor de synagoge, voor de deur, als er een dienst is, hebben wij marechaussee staan met mitrailleurs. Ik kon in Sjoerwes. Sjoerwes is een hele rustige sjoer. Van de week was voor de vierde keer, geloof ik, bij Levende Welzijn bij ons aan de deur. En ik als beveiligingsbeambte liep met ze mee. En toen gingen ze allerlei maatregelen bedenken van er moet eisen voor de deur, er moet een beter kijkgaatje, de achterkant van de deur moet vergrendeld worden. Alle beveiligingsdingen. En toen zei ik, ik vind het ontzettend goed al die maatregelen. Maar hoe meer jij er een bastion van gaat maken, hoe minder Joden naar de synagoge gaan komen. Nee, het is niet zo. Nee, de LJG is voller dan ooit. Als dat, dat heeft meneer Timmer ons duidelijk gezegd, dat dat na 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog nog nodig is, geeft aan dat we het dus blijkbaar niet hebben opgelost, het antisemitisme. Nou is dat natuurlijk een illusie om dat op te lossen, maar het schetst de onveiligheid. Ik denk wat de toekomst betreft dat ik het prettig zou vinden uiteindelijk om wel naar Israël, dan wel Canada of Amerika weer terug te gaan. En de toekomstverwachting van het Jodendom in Nederland zie ik als heel beperkt. De politici struikelen over elkaar om te vertellen dat de Joden moeten blijven. En zoals meneer Timmermans in Buitenhof zegt, dat er geen Europa is zonder de Joden en geen Joden zonder Europa. Maar hij voegt geen boter bij de vis. Hij doet er niks aan. Hij maakt het eigenlijk makkelijker voor met name het islamitisch antisemitisme prevalent te zijn. Dus het zijn allemaal edele motieven om het antisemitisme te bestrijden. Maar er moet echt boter bij de vis komen. Er moet echt iets fundamenteels veranderen. We blijven spreken totdat Sham gezuiverd wordt van deze Joden. Mensen noemen hun Zionisten, maar wij noemen hun Joden. Dat is Zionist! Dan zie ik allemaal mensen met gezichtsbedekking de kleding, maar die worden gewoon gelaten. Wilt u zich alstublieft voor vragen over de demonstratie zelf en soort werk wenden tot een perscommentaar alstublieft, tot een persvoorlichting. Het is gewoon een overtreding van de wet, toch? Ik ga u daar niets over vertellen. Het is niet vervelend bedoeld, alleen dat is hoe het afgesproken is. Meneer, ik moet u even verwijzen naar de persvoorlichter in deze. Ik ben hier even met mijn werk bezig. Ik kan hier even geen commentaar op geven. Maar het is toch verboden? Mag dat niet? Ik verwijs u even naar de persvoorlichter. De Shabbat staat op het punt van beginnen en dus is Fabrice Schomberg druk bezig. Vanavond ontvangt hij gasten in zijn huis dat in een gezellig hofje in de Haagse Schilderswijk staat. Maar na 4 jaar overweegt de Jood te verhuizen door antisemitisme in de buurt. In het hofje waar veel Joden wonen zijn meer mensen verhuisd door het toenemende antisemitisme. De laatste demonstratie waar antisemitische leuzen werden gescandeerd is voor Schomberg de druppel. En er was een politieagent die zegt ze hebben niks verkeerds gezegd. En daarna het was opgenomen en de burgemeester heeft dat gezien. En hij zegt het ook toen dat er was geen grens overschreden. En dat creëert een realiteit waar mensen voelt comfortabel om deze uitdrukking te zeggen. Toch beweert de Joodse politicus Itai Cohen, die ook in de Schilderswijk woont, dat er weinig aan de hand is. Het beeld van dat hier Joden under siege zouden zijn en hier niet prettig zouden kunnen samenwonen met de rest van de moslims is absoluut onzin. Ja, ik hoor Joden is niet goede mensen, weet je niet. Zo zeggen mensen, ik hoor over mensen. Ja, er wordt te veel gehad op Joden. Door Palestijnen en Syrië ook. Er wordt te veel gehad op Joden. 70%, nee,
80% terecht. Kijk, er zijn ook goede Joden. Ik heb zelfs een vriend die Jood is. Ik heb niks tegen hem, maar tegen die andere, ja. Ik kan er niks over zeggen. Weet je, het is gewoon geen woorden daarvoor. Wat ze doen in Palestijn en andere landen. Die kinderen, kleine kinderen van 2, van 3 jaar doodgaan. Maar dat is normaal dit. Ja. Maar daar kunnen toch de Joden die hier wonen toch niks aan doen? Ja, ze kunnen niks aan doen. We zijn tegen Israël. Waarom? Ja? Omdat gewoon de Joden moeten uitgeroeid worden. De Joden moeten doden. Waarom? Waarom? Omdat de Palestijnen onze moslimbroeders gewoon ruïneren. Ze maken ons land kapot. Ons land? Ons land. Palestijnen zijn moslims, dus dat vinden wij ook ons land. Elk moslim is ons land. Maar je bent toch niet Palestijns? Nee, maar het is wel mijn land, omdat gewoon moslimbroeders van mij daar wonen. Maar gaat het gewoon om Joden of gaat het dan om Israëli's? Het gaat gewoon om de Joden. Maar de Israëliërs, allemaal, zijn één. Wat het is? Joden en Israëliërs zijn toch twee verschillende dingen? Nee, zijn niet. Ik voel mij hetzelfde. Als ik haat de Israëliërs, dan haat ik de Joden ook. Dit zijn kinderen die vermoedelijk gewoon geboren zijn hier in Nederland. Ja. En waarschijnlijk nooit ergens uit het Midden-Oosten zijn geweest. Ja. Die hebben het over ons land. Ja. En als je aan de ene moslim komt, kom je aan alle moslims. Ja. Ja, zijn dat de mensen die u ongeveer bedoelt? Nou ja, jong geleerd, oud gedaan. Hè? Dat zet zich voort. Ja. En natuurlijk ben ik al een paar keer uitgescholden als Jood. En natuurlijk ben ik door een aantal Marokkanen in Amsterdam-West uitgescholden. En als ik naar Sjoel ga, naar Sjoel-West. Dat is allemaal gebeurd. Maar het heeft mij nooit het gevoel gegeven. En echt een onderstreep onder nooit. Dat ik zo bang moest zijn in Nederland dat ik weg zou moeten gaan naar Israël. Sjoel-West is een hele rustige sjoel, de Marokkaanse wijk in West. Nu hebben wij geen politie voor de deur. We zijn ook niet herkenbaar naar buiten. We hebben wel afspraken met de politie. Heb je niet zo weer nee, de politie we weg? Hebben geen politie voor de deur, want dat willen we niet. We willen ook niet herkenbaar zijn in de buurt. En dat is ons sterkste punt. Wat mij persoonlijk betreft had het niet gehoeven. Maar er zijn nog altijd een aantal oudere bezoekers die zeggen, wij willen niet herkenbaar zijn naar de buitenwereld. Er is ook geen Joodse tekst aan de voordeur. En we willen ook niet aan de omgeving laten zeggen dat daar een synagoge is. Oh. Hou je vast. Ja. Laat me even uitpraten. Ja. Niemand weet in principe dat daar een synagoge is. Behalve als je gaat googlen, dan kom je alle synagoges tegen. Dus welke beveiligingsmaatregelen je ook bij de voordeur neemt of bij de achterdeur, welke afspraken je ook neemt, er komt een tijd dat er iets gebeurt en dat kan je niet tegenhouden. Maar in die tussentijd hebben wij de afspraak gemaakt in de sjoel en waarschijnlijk ook al in alle andere sjoels. We laten ons niet gek maken door al die veiligheidsmaatregelen. En we laten ze ook niet gek maken door al die angsten. En dat zijn twee wegen die je bewandelt. Ja, ja. En de weg van, moeten we ons zo beveiligen dat je een bastion wordt? Of moet je stoppen en je synagoge inpakken en naar Israël gaan? Nou, dat willen wij niet. Ja, het moment dat ik anonimiteit als mijn sterkste punt zou zien, dat zou het moment zijn dat ik het land zou verlaten. Bedoel, ik heb een mezouza aan de deur en ik ga naar een shul die heel duidelijk een shul is. En oké, we hebben een politiepost voor de deur en we hebben een marechaussee met de mitrailleur, maar we hebben een shul die heel erg druk bezocht is. Eigenlijk drukker bezocht dan voordat de marechaussee voor de deur stonden. En wij willen best wel naar de buitenwereld laten zien, wij zijn Joden. En wij gaan het niet verbergen en we gaan niet anoniem naar shul. En op het moment dat dat niet kan, dan wil ik hier niet meer wonen. Bij de synagoge in het centrum van Kopenhagen, waar een aanslag werd gepleegd, worden bloemen neergelegd. De Deense premier Helle Thorning-Schmidt bezocht zondag de synagoge en toonde zich solidair met de Joodse gemeenschap. Europese Joden op om naar Israël te emigreren. Hij wil 40 miljoen euro vrijmaken om deze verhuizing te stimuleren. Aanleiding voor de oproep zijn de aanslagen in Kopenhagen van dit weekend. Aan tafel 3 generaties Europese Joden, zou je kunnen zeggen. Frits Barend, Jessica Deurlach en Natasja van Wezel. Dit is het parool. Ronnie Naftaniel zegt, Joden vlucht niet uit Nederland. Dat is weer een reactie op Netanyahu. Wat voor dagen zijn dit voor jou? Dit zijn dagen van grote verwarring en grote angst. En het is echt code rood. Het is echt 5 voor 12. Parijs en Brussel
daar waren wel wijken waar je beter niet kon komen. Dat was bekend. Maar Denemarken was dat niet van bekend. En Denemarken lijkt heel erg op Nederland. Laten we niet denken dat dat in Nederland... Ik heb ook altijd gedacht dat het gebeurt. Nee, kan niet in Nederland gebeuren. Natuurlijk kan het in Nederland ook gebeuren. Ik denk wel dat het in Nederland kan gebeuren. Het kan ook in Nederland gebeuren. Het kan in Nederland gebeuren. Dat is toch dood eng? Dat is heel eng. Alleen ik vind niet dat wij dan als Joden moeten zeggen van... Nou, wij gaan maar weg, want nee, maar hier zeg is het niet meer veilig. En nu benoemen we eigenlijk... dit gesprek nauwelijks waar dat vandaan komt. Mm-hmm. Er is natuurlijk toch een bepaalde weerzin van de moslimgemeenschap jegens Joden. En die is toch nieuw. En dat mag dus steeds meer. En dat is toch wel... Er is iets wat gewenning... gewenning is in dit geval heel gevaarlijk. Mm-hmm. De Joden die uit Parijs, uit Frankrijk en uit Nederland op dit moment emigreren... is niet meer dat ze... diep zionistische gedachten hebben, want die mensen zijn al lang gegaan. Maar ze zeggen wel, ik heb echt ook vrienden, mijn buren van mij aan de overkant... zijn om die reden weggegaan. Punt uit, uit angst. Onlangs? Ja. Degelijk mensen die naar Israël komen, emigreren echt, alia maken. Maar het zijn toch vaak mensen die dat al in zich droegen. Gewacht hebben totdat de kinderen uit huis zijn, groot zijn. Voor het grootste deel ook hier in Israël wonen. En dat soms in het begin half-half nog doen, maar toch wel alia maken. Toch wel hier komen wonen. En of dat echt vanuit antisemitisme... ideeën komt van wat er allemaal zou gaan spelen, het zal er wel degelijk mee te maken hebben. Ik denk dat het meer naar buiten komt, dat het nooit weg is geweest. Wat natuurlijk met behulp van de groepen die dat aanwakkeren momenteel, gaat dat vuurtje weer oplaaien, tot het een groot vuur wordt en er is antisemitisme. Ik bedoel, we kunnen er niet omheen. En het geeft me natuurlijk, als ik dat in verband zou brengen met mijn verblijf in Israël om hier te wonen, dan zeg ik ja, ik ben hier veiliger dan dat iemand in Nederland is. Ik voel me hier echt zo beschermd en veilig. En kijk, dat er iets ooit met je moet gebeuren, op wat voor manier, of door ziekte of door ongeluk of... Een andere idioot die het niet goed vindt dat je Joods bent. Whatever it... Dat kan overal gebeuren, natuurlijk. Maar in principe woon ik in een omgeving... waar iedereen daar weet van heeft. Daarop ingesteld is. Je beschermt. Je nooit af zal vallen daarin. Ook al gebeuren hier dingen waar je van moet schrikken of altijd alert zijn en toch op je hoede zijn. Op de een of andere manier weet je je veilig omdat je je gevestigd weet in dat wat je wenste in je leven. Als ik over mezelf spreek. En ik weet dat ik voor heel veel mensen hier zo spreek. Je wenste in Israël te zijn, je wenste in dat Joods leven te zijn, op wat voor manier je dat ook naar buiten brengt, maakt niet uit. Eén is een beetje meer vroom, ander een beetje minder. Ik bedoel, uiteindelijk ben je met elkaar. En ik heb het meerdere malen meegemaakt en gezien hoe mensen elkaar in, zomaar mensen die elkaar helemaal niet kennen, in vertrouwen nemen en ondersteunen en... Dat is in Nederland niet aan de orde voor Joden. Ja, misschien bij een klein groepje Joden. Maar ook dan, en dan komen we op een heel ander onderwerp aan, dan is er zo'n verdeeldheid. Free Palestina! Free Palestina! Free Palestina! Free Palestina! Mevrouw Zimmerman, u bent ook van de organisatie. Ik heb ook begrepen dat mensen het heel frustrerend vinden dat religie eigenlijk zo uitgemeten wordt als factor in dit conflict. Ja. Wat vindt u daarvan? Daar ben ik het mee eens. Ja. Religie heeft natuurlijk heel weinig met het conflict van doen. We hebben het niet over Joden, we hebben het over de zionistische ideologie. Er zijn ook heel veel Joden die de zionistische staat niet zien zitten. Rond 2:00 vanmiddag verzamelen zich duizenden demonstranten op de Dam in Amsterdam. De demonstratie, georganiseerd door verschillende pro-Palestijnse groeperingen, trekt deelnemers uit binnen- en buitenland. Nog tijdens de slotmanifestatie wordt het onrustig. De ME verschijnt en jaagt groepen demonstranten uit elkaar. Hotel Krasnapolski moet het ontgelden.
Op deze demonstratie is een jongen, ik geloof een jongen met een keppeltje, aangevallen en uiteindelijk het Krasnapolsky Hotel in Amsterdam. Dat bedoel ik. Ja, dat was voor u een onderstreping van wat er aan de gang was? Of was dat het beginpunt dat u dacht, nou is het meer dan kat en kwaad? Nou, er zijn natuurlijk ook andere voorbeelden. Ik moest een toespraak houden ter gelegenheid van de zoveeljarige verjaardag, als ik dat woord mag noemen, van de Kristallnacht. En ik heb daar gesproken. En er waren een paar andere mensen. Ook Joden hebben daar gesproken. Ook de burgemeester Cohen heeft daar gesproken. En wat tot mijn sterre verbazing, toen ik het had over het feit dat antisemitische incidenten voornamelijk uit moslimhoek kwamen, dat niemand mij ondersteunde. Ook de Joden niet ter sprake. Dus dat is een onderwerpingsgedrag. Weet je, we kunnen niet meer zeggen, het heeft niet met ons te maken, ook niet in Nederland. Het lijkt zelfs een beetje l'histoire se répète, hè? Dat de geschiedenis zich herhaalt. In 1930, 1933, 1934, en noem maar op. En mensen duwden dat weg, bleven gezellig uitgaan en lachen. En ach, dat is niet voor ons. En dat was alleen maar een verf van mijn bedshow. We kwamen in de hel van Auschwitz en er is eigenlijk geen mens van over. Bijna niemand van teruggekomen. En aan één kant is het prachtig natuurlijk dat je vertrouwen blijft hebben. Hè, want zonder vertrouwen ben je ook nergens. Maar aan de andere kant, de geschiedenis heeft zich getoond. Heeft laten zien wat er gebeurt. De mensen die hier komen, die hebben natuurlijk al een idee over hoe we met elkaar verder moeten. Maar ik hoop het. Ik hoop dat mensen zien, mensen over horen en dat mensen geïnspireerd worden. De hoop is er. Ik vind het fantastisch omdat het mensen bij elkaar brengt. Ja, kijk alleen hoeveel mensen erbij zijn. Dat betekent dat er veel mensen gewoon vrede willen. Dit is een onderdeel van een breed nee tegen mensen die onze democratie willen kapen. En, we zijn, of nou Joden, moslims of christenen of niet-gelovigen zijn, wij willen gewoon rustig met elkaar harmonieus kunnen leven. Dit is niet goed wat er allemaal gebeurt. Volgens de islam wordt dit niet goedgekeurd. Tegenwoordig wordt er veel gesproken over de islam. Soms over de jongeren of over de imam. Maar echte moslims hebben helemaal niets gedaan. Wij zijn één met z'n allen, voor iedereen om te staan. Iedereen moet het zien. De wereld leeft in verdriet. Ik wil een wereld zien. Zonder pijn en verdriet. Dat is wat ik wil. Ook al wil je het niet. Dit is mijn droom. Het wordt ook die van jullie. Ik wil een wereld zien. Zonder racisme en ruzie. Ik wil een wereld zien. Waar de zon volop schijnt. Elke oorlog verdwijnt. Iedereen die is blij. Dit is mijn droom. Mijn droom. Mijn droom. In Nederland zijn een groot aantal mensen van de Joodse gemeenschap die overwegen serieus om te vertrekken uit Nederland omdat ze zich bedreigd voelen. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Ik denk dat ze in principe nergens bang voor hoeven zijn, maar ik denk dat er wel een bepaalde dreiging kan, dat ze een bepaalde dreiging kunnen voelen. Dan vind ik het ook wel weer een beetje overdreven dat zij alleen dan bang zijn, want we zijn eigenlijk dan allemaal ook wel bang, want het kan zomaar op Schiphol gebeuren en dan heb je alle nationaliteiten bij elkaar. Bij synagogen, Joodse scholen en andere Joodse instellingen worden tegenwoordig zwaar beveiligd. Dat zal niet voor niets zijn. Dat vind ik zorgwekkend. Maar dat vind ik ook met andere openbare gelegenheden. Als je kijkt naar waar de afgelopen jaren aanslagen zijn gepleegd, dan is dat volkomen willekeurig. Voor zover ik zelf weet, richt die extremistische moslims zich op iedereen die niet een moslim is. Dus die een ander geloof aanhangt. Dus ja, of het alleen de Joodse gemeenschap dan treft, ja, dat betwijfel ik. Ik vind juist als je niet bevalt, dan. Maar dat vind ik voor iedereen hoor. Dat klinkt misschien niet heel aardig, maar ik vind voor iedereen geldt. Je moet leven waar je goed voelt en waar je hart ligt. En als dat niet hier is en als je je bedreigd voelt, dan heb je mijn zegen om naar Israël te gaan.
ja, is het puur gericht op Joden. Want ik denk, ja, overal in de wereld heb je dus van dit soort dingen. Het is niet alleen maar met Joden dat dit allemaal gebeurt, maar de moslims die hebben dat ook. In Afrika hebben wij dat ook, dat er nog ja, eigenlijk meningsverschillen zijn tussen christenen en moslims, zeg maar. Ja, overal kom je eigenlijk dik tegen. Ja, natuurlijk lopen we in Nederland ook een reëel kans dat er dingen gaan gebeuren. Ook omdat er de laatste jaren in, over in Europa dingen zijn gebeurd. Maar nogmaals, ik vind dan die angst voor iedereen reëel. En niet alleen voor de Joodse gemeenschap in specifiek. Kinderen zitten op Rosh Pina. Dus ik weet dat daar en de bij leven en welzijn voor de deur staat, en de Nederlandse politie, en de marechaussee. Maar mijn kinderen gingen ook vroeger naar Rosh Pina, Maimonides. Wij weten eigenlijk, erg genoeg natuurlijk, weten niet beter dan dat de bewaking is. Ja, bepaalde mensen willen inderdaad gaan Israël. Wij krijgen wel, ik werk op de ambassade van Israël, dus ik krijg natuurlijk wel wat telefoon. Maar niet dat je denkt van, oh, de mensen zijn doodsbang. Nee. Weggaan doe ik absoluut niet. Absoluut niet. Misschien verkeerd, misschien niet verkeerd. We leven nu en we moeten het afwachten. En nu is het natuurlijk heel anders dan in de 30, 40 jaren. Toen was er nog geen Israël. We hebben natuurlijk nu iets wat we toch voelen als een heel veilig iets achter ons. En ja, social media, de kranten, de televisie, alles. Kijk naar jezelf, de media. Alles wordt meteen verspreid, dus ik denk stiekem dingen doen, dat zal natuurlijk nooit meer lopen zoals het toen is gebeurd. Ik weet dat mijn vriendin wil haar kinderen uit van de Jozefschool halen naar een Nederlandse school, omdat zij is echt bang. Het is een gevoel dat iets gaat komen. Je weet niet wanneer en je weet niet waar, maar het gevoel is dat iets gaat wel komen. En nu is uw oplossing, en dat klinkt zo wrang, van als je veilig wilt blijven leven, kun je beter weggaan dan hier blijven. Kinderen. Ja. Ik heb het niet over deze generatie, nee, goed, ik heb het over de kwestie van tijd, meneer Bolkestein. Dan gaat het over 10 of 15 jaar. Ja, maar dat maakt verschil. Ja. Want als er een stijgende lijn is wat betreft de antisemitische incidenten, dan zet die lijn zich voort. Want dit is niet te keren, denkt u? Ik heb er een hard hoofd in. Ik ben pessimistisch. Ik kreeg afgelopen zondag van de Joodse Omroep op de radio een vraag die mij in 2015 verschrikkelijk overviel. Het was de aanleiding van Parijs en het feit dat zoveel Franse Joden naar al het antisemitisme naar Israël ging. Of naar Amerika. En ik kreeg mensen de vraag, kunt u zich een dag voorstellen dat er in Nederland geen Joden meer leven? Het viel me rauw op mijn dak. Het viel me rauw op mijn dak. Het is daarom belangrijk dat we met elkaar uitspreken, en dat vind ik ook de betekenis van deze avond, dat die dag nooit zal komen. אחת, עוד שריקה, נשמעת
alaikum everyone. Thank you for joining us today. We are Orphanland, as you know. And we are going to make this concert as if it is in your private living room. So you may join us, clap, dance, anything you want. We are one big family tonight. Treedt hier Orphaned Land op. Dat is een metalband uit Israël. En die gaan hier niet in de synagoge een metalconcert geven, want dan zouden de muren er hier uitvliegen. Maar die komen een exclusief akoestisch concert geven. Bewonderaar van de band. Niet alleen omdat ze ontzettend goede muziek maken. Ze zijn eigenlijk de uitvinders van de oriental metal. Een mengeling dus van metal met oriëntaalse klanken. Maar ze zijn bovendien heel actief als ambassadeurs voor vrede in het Midden-Oosten. Established 23 years ago when we were teenagers in high school. It started from a ridiculous will of ours to play heavy metal. We were young, we wanted to shout, we wanted to rebel. We're living in Israel in the Middle East. Our history is bloody, our present times are bloody. We wanted to shout into a microphone. That was the main reason. It was very fast that we came to a situation where we thought that we're living in a very inspiring place, and the story of our nation, the story of that region, is interesting enough to create a long, long, long career and to write songs about those subjects. And that was the moment where we picked the name Orphaned Land as a paraphrase to the Holy Land or the Promised Land. En waarom vinden jullie het zo'n ontzettend goede band? Dat u zelfs een tattoo heeft van de band. De boodschap die ze uitdragen van vrede tussen alle mensen op aarde is voor mij de grootste drijfveer om een tattoo te laten zetten. All is one, de naam staat erbij. All is one. Ook alle mensen op aarde zijn hetzelfde. Daar sta ik helemaal achter deze boodschap. I am Alex from Brazil. I'm Ricardo Fracchiato from Brazil. From Porto Alegre, City, Brazil. I'm Vinny from Porto Alegre, Brazil. We like the
Orphan Land songs. And we know on the Facebook about the concert. And come here tonight. Yeah. Tonight. Today. Yeah. En je bent blij, Kate? Ja, een lot of happiness. Orphaned Land spreekt me aan wat muziek betreft. Omdat ik ben iemand die altijd op zoek is naar vernieuwing in muziek. En zij hebben een belangrijke vernieuwing aangebracht. Door namelijk metal te combineren met Oriëntaalse klanken. The first time to play in a synagogue, it's an outstanding experience. You feel your heritage and your tradition when you are stepping into this place. When there is the Book of Torah right behind me, where you know the history of this place, that it was an orphanage, that people used to pray here. And here I am standing in this place, turning in that place into a whole synagogue of nations while people are singing with us. That's something that words are small to describe. People in Israel are always amazed from the Orphanland story. Even if they're skeptical about peace, I guess they have their reasons because they see that peace does not prevail. But on the other hand, seeing the story of Orphanland, seeing a bunch of Israelis being the most famous Israelis among Arabs, I wouldn't testify it on ourselves, but we are more famous than any other Israeli in Israel. Take all the rainbow of art, literature, cinema, politicians, anything. The Orphanland members are more popular than all of them. So the people of Israel, they're always shocked. We were on the national TV news where they came with us all the way to Turkey. And we had a show in Turkey, which is a Muslim country. People came from Iran, from Lebanon, from Syria, from Egypt. They came all the way to Turkey, those people, to see an Israeli band. And they sing with us in Hebrew, all of them. Now, any skeptical in the world, if he sees that, is shocked. And once that article was on the TV, I was stopped in the middle of the street every 5 minutes, and people constantly said the same thing. You don't know what you did to my skeptic heart. You punched me in the head, and it was amazing to see that there's always hope, even when you think that it's not going to happen. And this is what we do with music. We will never change the world. I'm not naive enough to think that we will change the world with our music. I don't think so. I'm afraid not. But we can always inspire people to see that there is still hope, there is still something out there, and that's more than enough. We had here people more than 10 countries that came here into a synagogue of an Israeli band concert, and that's the magic of music. That's the magic that music can create. That's the cure that music can cause into the hearts of people.
emotional with the songs. I can tell it's not about heavy metal, it's about music. It touches you. We were crying just about a minute ago because the songs are very emotional for us. And see? And the whole set, the way they play in the synagogue, they never played here before. And, yeah, that's very emotional for us and we're loving it. That doing those things probably piss off some people that don't really want peace and you're uniting people. So sometimes I'm even standing on stage and I'm thinking, what if someone will just put a bullet in my head? I'm in the middle of the stage. I'm so exposed. It was just a few weeks ago that Jews were murdered in Belgium in the museum. But when I think about it, I'm asking myself, okay, so what shall I do? Stay home in my bed? What can I do? This is what I know, this is what I do. I play music and people in 42 countries that we've played already are coming to see our shows. This is a privilege that, okay, I'm exhausted and tired sometimes, so I'm still lucky to bring happiness to people, to bring them hope. I feel like I am a soldier of something good, and that is the biggest pleasure and joy for me. Every people turn into one. You saw it today in Utrecht. People who are Jewish, Muslims and Christians, they were in a synagogue. They were singing as one. But this is a utopia that happens mostly in our concerts and in other small occasions. It never happened on the macro of the picture. So the song All Is One, ironically, speaks about the fact that we fail to see that all is one. There is a part of the song that I'm saying, again and again we fail to see that all is one. We are all the sons of the blazing sun, sharing our fate through the barrel of a gun. Walk on holy water, yet we burn. It's the failure that we fail to see, that Israelis and Arabs fail to see that they are historically brothers. And brothers shouldn't fight what is mine and what is yours. It's vice versa. It's the complete opposite. Brothers should fight to give the other brother what is yours. I want to give you everything. You are my brother. Everything that I have is yours.
everything that I own, I want to give it to you. That's how brothers should be as one, and we fail to see it. Optimistic about politics in Israel at this very moment? I am very pessimistic about politics in general. I lost my faith in politicians. I see that without a budget, with my flip-flop shoes and my heavy metal band, I succeed to do much more than my prime minister, much more than my foreign affairs minister, and not only mine. It goes to Palestinian, American, anywhere that you want. We succeed to do with heavy metal more than them. And to be honest, the only leaders that I find to be revolutionaries and amazing throughout history, all of them end up with a bullet in their head or in their heart, or they have been crucified. Yeah.